Ik heb mij daar, hè? Ja. Oké. Okay. Tom, waarom ben je hier vandaag? We doen elk jaar een interview met leerkrachten, leerlingen en de directie van de strafste school die de fakkel doorgeeft aan de volgende. Om eens te horen hoe dat jaar eigenlijk geweest is, want ze winnen niet alleen de titel voor een heel jaar, maar wij komen ook regelmatig nog eens terug in de school, op schoolfeesten, quizzen, dat soort dingen, galabals. En omgekeerd nodigen wij de strafste school ook regelmatig uit bij onze studie. Er werd hier gezongen, ik zal nooit vergeten, hier is plaats voor iedereen. En dat is hier ook effectief zo. En dat merk ik elke keer als ik hier terugkom. Ik krijg er elke keer opnieuw kippenvel van hoe goed dat hier zit en hoe mooi dat in deze school waargemaakt wordt. Er wordt heel veel gezegd tegenwoordig, want in die zin zijn we al goed bezig, dat technisch en beroepsonderwijs dat toch even waard is aan iedereen die Latijn-Griekse doet. Maar in de praktijk is daar soms nog weinig van te merken. En ik hoop dat ik op die manier, en samen met M&M dan, mijn steentje kan bijdragen. En als mijn dochter ooit in deze school terecht zou komen, dan zou ik echt trots zijn. Jullie open deurdag is op 30 april en draait rond de fantastische voordelen van technisch onderwijs. En ik zal zeker zijn stellen met mijn gang.